Hoe zou je deze wedstrijd willen kwalificeren? Ik kan wel zeggen slecht. We hebben gewoon 2 punten laten liggen. Maar met name teleurgesteld. Ik bedoel, we hebben vandaag de tegenstander wil opgelegd, wil ik misschien niet zeggen. Ik wil ook niet zeggen dat we misschien veel beter waren als RKC. Maar we hebben wel een aantal mogelijkheden waarvan 200% kansen gecreëerd. Waarvan 1 penalty en in de eerste helft met Lukacic in 1-op-1 situatie. Ja, in de situatie waarin wij zitten moet je zo'n bal maken en dan kom je toch lekkerder in de wedstrijd. En dan weet je gewoon dat de ruimtes ook groter gaan worden. Dat je de wedstrijd gaat domineren en misschien nog wel 2-3 goals gaat maken. En dat hebben wij wel nodig. En als je die niet maakt, dan is het gewoon heel lastig. Ja, want die eerste kans, dat was eigenlijk de eerste echte grote kans, die kwam pas in de minuut 44, kwart voor rust. Ja. Die had er eigenlijk in gemoeten, maar daarvoor was het spel eigenlijk gelijkwaardig. Niet goed. Ja, nee, gelijkwaardig, maar het was wel slaapverwekkend. Nee, klopt. Maar ik bedoel, dat is in een situatie waarin wij zitten gewoon heel lastig. Ik bedoel, voor de wedstrijd weet je dat je deze wedstrijd moet winnen. Aan een gelijkspel heb je niks. Dus ga je toch met een bepaalde druk, met een bepaalde gevoel ga je de wedstrijd in. Want aan een gelijkspel hebben wij niks aan. Dus je moet de wedstrijd winnen. Dus dan zie je ook gewoon vooral de eerste helft dat er heel veel dingen dan misgaan. Dat het tempo niet hoog genoeg is. Dus dan kan je misschien zeggen, het is misschien kwaliteit wat je mist in een selectie. Of het vertrouwen, het is misschien beide. Dus ja, dan kan zo'n kans in de eerste helft en ook in de tweede helft. De tweede helft heb ik RKC helemaal niet gezien, eigenlijk gevaarlijk worden. Maar goed, als je dan zo'n kans maakt, dan krijg je toch het gevoel van ja, vandaag gaan wij de punten hier houden. Maar als je dan de 100% kansen niet benut, dan zijn wij ook geen ploeg om nog 300-400% kansen te creëren om een wedstrijd te winnen. Ja, maar dat waren 200% kansen. Die tweede kwam in de tweede helft strafschop. Ja. Dan denk ik, Mustafa Saimak is aanvoerder. Ja. Die pakt die bal en die schiet hem erin. Ja, ik was ook de eerste nemer. Dus ik was ook de verantwoordelijke om de penalty te gaan nemen. Alleen op dat moment, toen de penalty veroorzaakt werd, had ik kramp in mijn voet. Bij mijn teen, zeg maar. Misschien door de kou. Ik had geen gevoel in mijn voet. Dus dat heb ik ook eigenlijk aangegeven gelijk aan naar de kant. En dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen als captain zijnde. Van als jij je op dat moment niet lekker voelt om een penalty te gaan nemen in zo'n belangrijk moment in de wedstrijd. Kijk, als je nou 3-0 voor staat, dan is de keuze nog wat makkelijker. Dan kan je denken van, weet je, ik neem hem gewoon. En dan hopelijk gaat hij erin. Maar als hij niet misgaat, dan is het nog niet eens zo heel erg. Maar op dat moment staat het 0-0. En dan is de tweede nemer op de lijst. Dus hij mist hem ook niet bewust. Alleen als ik de tijd terug kon draaien, dan had ik hem zeker zelf genomen. 0-0, dan schiet je als club niet veel meer op. Nee, zeker niet. Dat is wat ik net aangaf. Voor de wedstrijd wisten we dat dit een 6-punten wedstrijd was. Dus wij wilden gewoon deze wedstrijd winnen. En we hebben gewoon eigenlijk verzuimd om hier de 3 punten te houden. En eigenlijk schieten wij er niks mee op. Nee, gaat het nog goed komen? Daar ga ik wel vanuit. Ik bedoel, ik heb er zeker nog vertrouwen in. De ploegen die we hebben gehad, het is niet zo dat we tegen elke tegenstander zijn overlopen, dat het niveau niet goed was. Ik wil ook niet zeggen dat we elke tegenstander hebben opgerold, maar niet hebben gewonnen. Dat is het ook niet. Maar ik denk dat wij wel genoeg kwaliteit hebben om punten te gaan halen. Maar goed, de knop moet wel snel om de punten te gaan halen, want de tijd tikt. En we moeten beginnen tegen Groningen. Ja, volgende week tegen Groningen moet het dan wel weer gaan lukken. 0-0 tegen RKC, was dat de meest logische uitslag na 90 minuten? Voor mij niet. Nee, maar als je 90 minuten voetbal gezien hebt, dan verdiende de wedstrijd eigenlijk geen winnaar. Maar dat vind jij, dat vind ik niet. En jullie hadden de 2 beste kansen. Precies. En ja, die kansen die hadden erin gemoeten. Ja. Nou, de eerste helft ging gelijk op. We krijgen gewoon goede kansen om een doelpunt te maken. En uiteindelijk, je kan ook nog zeggen in 1 kans dat we 2 kansen krijgen. Ik bedoel, de eerste kan Luca bij wijze van spreken scoren. En de bal die terugkomt, die kan hij ook scoren. Uiteindelijk zijn we ook een paar keer via de zijkant doorgekomen. En waren de keuzes gewoon niet goed in de voorzetten die we gaven wat tot een kans kon leiden. En er zijn ook wel dingen geweest die we hebben afgesproken die ik wel terug heb gezien. Ja, dus je hebt een aantal toch goede aanknopingspunten gezien? Ja, uiteindelijk zie je altijd goede aanknopingspunten, vind ik, in een wedstrijd. Of die nou slecht of goed is. Je ziet ook punten die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ja, dat weten we. In die situatie zitten we. Ja, en daar werken we hard aan. Bij de vorige wedstrijd zei je, de kopjes hingen een beetje. Hoe zat het nu in de rust? Nu niet. Nee. Nee, nu, na die flinke kans... Nee, helemaal niet. Totaal niet. De kopjes zaten goed en
Ja, we zijn gewoon vol goede moed weer de tweede helft ingegaan. En dan kreeg je in de 60ste minuut, 61ste minuut een kans met een strafschop. Ja, nee, goed. En dat is het ook uiteindelijk ook terugkomend op die kans in de eerste helft, die grote kans. Kijk, dat hebben ze ook nodig. Ze hebben ook een doelpunt nodig. Ze hebben een voorsprong nodig. Ja, en dat gebeurt niet. En uiteindelijk, nadat ze die penalty ook missen, vind ik dat ze niet echt de kop lieten hangen en gewoon doorgingen. Die kansen kwamen niet. Dus daar moet nog flink aan gewerkt worden? Ja, natuurlijk moet er flink aan gewerkt worden. Maar er moet aan heel veel dingen flink gewerkt worden. En daar zijn we elke dag mee bezig nu op dit moment. Het is natuurlijk kort dag. Ja, dat weten we. Het is niet dat ik vanaf het begin binnen ben gekomen, dus ik weet dat het een kort dag is, maar dat weet iedereen. In elke wedstrijd, of je nou goed of slecht speelt, zie je aanknopingspunten. En ook vandaag zien we dat. En ook dat zullen we morgen ook weer bespreken met de jongens. Uiteindelijk zullen we elke dag hard moeten werken om hier proberen uit te komen. Nu gaan er een paar wedstrijden komen, daar moet je weer de punten halen. Ja, maar ik vind dat je elke wedstrijd moet benaderen dat je punten moet halen. Ik bedoel, die druk, dat is geen druk opleggen. Dat ben je verplicht als speler, dat je elke week wil winnen. En heb je dit voetbal nodig en misschien een beetje meer geluk? Nou ja, in ieder geval wel beter voetbal aan de bal, maar daar zijn we ook mee bezig. En ook zonder bal. En dat bedoel ik, er zijn aanknopingspunten en er zijn heel veel dingen voor verbetering vatbaar. Ja, en daar zijn we hard mee bezig. Ja, en af en toe moet hij ook een keer goed vallen. Nou ja, maar goed, dat moet je wel zelf afdwingen. Je kan daar niet op blijven hopen. Ik bedoel, dat ligt echt ook wel in je eigen handen.